Hoe vraag ik een item aan? In dit filmpje lichten we toe hoe je een item kan aanvragen op het archief. Heb je een item gevonden dat je graag wil raadplegen of hergebruiken, dan kan je van op de detailpagina van het item klikken op Naar het aanvraagformulier. Met dat formulier kan je rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Het archief voorziet namelijk wel het platform, maar wij kunnen je zelf niet verder helpen om het materiaal te raadplegen of hergebruiken. Daarvoor is de kennis en de toestemming van de aanbieder nodig. Om een item aan te vragen heb je een account nodig. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ons instructiefilmpje Hoe maak ik een account aan. Eens je bent aangemeld kan je het aanvraagformulier invullen. Wanneer je klikt op Naar het aanvraagformulier, word je bij sommige partners, zoals de VRT en Universiteit Gent, doorverwezen naar een aanvraagformulier op de website van de aanbieder zelf. De meeste aanvragen verlopen echter via het aanvraagformulier dat je hier ziet. Bovenaan het aanvraagformulier vind je extra informatie over de aanvraagprocedure. We herhalen ook een aantal belangrijke metadata-velden. Vul vervolgens het aanvraagformulier in, je zal merken dat jouw contactgegevens reeds ingevuld zijn. Indien gewenst kan ook organisatie en type gebruiker voorin gevuld worden. Dit kan je doen via account en instellingen. Onderaan het aanvraagformulier kan je invullen voor welke doeleinden je het item aanvraagt. Je kan dit nog verder uitwerken in Over mijn aanvraag. Eens alles is ingevuld in je aanvraagformulier, klik je op Aanvraag verzenden. Je ontvangt nu een kopie van je aanvraag in je mailbox. De aanbieder ontvangt het bericht ook en zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Hoe snel dat hangt af van het aantal aanvragen dat ze ontvangen. Wil je nog een aanvraag doen? Keer dan terug naar je zoekresultaten of start een nieuwe zoekopdracht. Per item dat je wil raadplegen of hergebruiken, plaats je een nieuwe aanvraag. Heb je nog een vraag? Neem dan zeker een kijkje in onze handleiding of bij onze veelgestelde vragen.